zoeken gisteravond. Na ons uitstapje in Hellendoorn moesten we natuurlijk vertrouwen zoeken. En de omstandigheden waren heel lastig gisteren, met regen en in donker uiteraard. En een hoop uitgereden bochten. Dus ja, dat was zoeken. Maar daar zijn we best goed doorheen gekomen. En vandaag ja, hebben we wel plezier teruggevonden en lekker kunnen rijden. En hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Ja, een beetje wisselend. We hebben natuurlijk begin van het seizoen een keertje pech gehad. Ik heb zelf een paar stomme foutjes gemaakt in de ELE, waardoor ons resultaat slecht was. Tja, maar goed, we zijn ook voor het eerst weer samen begonnen dit jaar met de nieuwe navigator, met Erik. Dus ja, je moet altijd aan elkaar wennen. Dus, maar goed, daar zijn we wel, wel klaar mee inmiddels. Dus nee, het was een goed seizoen, leuk seizoen en het eindresultaat mag er zeker zijn, denk ik. Ja, helemaal onverwacht. Dat hadden we niet meer in de planning. We lagen op een steady derde plek. En dan Jim van Heuvel en Jurie Dox. Ja, helaas maken ze een foutje op plaatsproef en verspelen ze een podiumplek. En geven ze mij eigenlijk totaal onverwacht het kampioenschap navigatoren. Ja, heerlijk gevoel. Maar ja, ik moet er nog een beetje aan wennen. En hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Ja, afwisselend, een heel mooi seizoen. Samen met Bob heel erg bezig geweest om aan elkaar te wennen. We hebben vorig jaar hier ons debuut gemaakt. Dat ging eigenlijk al goed. Maar we hebben alle twee heel veel ervaring en dat hebben we op een hoop gegooid. En daar zijn we nu uit de mix, zijn we de mooie dingen aan het plukken. Dus we zoeken nog steeds die progressie. We zitten nog steeds in een leercurve. Ja, en dat gaat steeds beter. Dus volgend seizoen zien we je weer naast Bob. Ja, ik hoop het wel. Daar gaan we wel vanuit.